Welkom. We gaan vandaag kijken naar hoe hormonen werken, want dat is een erg lastig onderwerp wat veel terugkomt op Twitter. Ik heb hier een hormoonklier. En een hormoonklier is een klier die, de naam zegt het al, een hormoon maakt. En als voorbeeld heb ik de alvleesklier. En dat is een bijzondere klier, omdat die een exocrine en een endocrine functie heeft. Die exocrine functie van de alvleesklier is het maken van alvleessap. En dat alvleessap komt in het spijsverteringskanaal, daar heb ik een heel ander filmpje over. En de endocrine functie, daar gaan we het nu over hebben, dat is het afscheiden van het hormoon. En ik vind het heel belangrijk dat je die twee functies uit elkaar haalt en dat je dus weet wat wordt waar naar afgescheiden. Exo komt van het externe milieu, het spijsverteringskanaal is buiten milieu voor ons. En endo komt van interne milieu en het hormoon wordt afgescheiden aan het bloed. En de bloedbaan is natuurlijk het interne milieu van ons. En vragenstellers bij proefwerken, schoolexamens, eindexamens, zijn ook altijd zeer geïnteresseerd of je deze twee functies uit elkaar kan houden. Dus wees op alert. Als voorbeeld neem ik de alvleesklier, maar het had natuurlijk ook een zweetklier kunnen zijn. Hè? Die heeft dan alleen een exocrine functie. Of het had de hypofyse kunnen zijn en die heeft dan alleen een endocrine functie. Maar er zijn maar een paar klieren die duale functie hebben en die zijn het meest interessant voor vragenstellers. Goed, we gaan het hormoon volgen. Dat zit hier in de bloedbaan. Alle hormonen worden afgegeven aan de bloedbaan en het maakt niet uit hoe ver dat hormoon moet reizen. Of dat van de hypofyse naar je testis of naar je ovaria moet reizen. Of van de hypothalamus naar de hypofyse, wat maar enkele millimeters is. Ja, het gaat altijd via je bloedbaan. Dan zijn er twee mogelijkheden. Het ligt aan welk hormoon we mee te maken hebben. In het geval van de alvleesklier kunnen we bijvoorbeeld kijken naar insuline. En dat insuline is een peptidehormoon. En dat kan je in Binance 89a kan je dat goed terugvinden. Want er staat achter een naam van een hormoon een driehoek met een eentje of een tweetje. En het ene geeft een peptidehormoon aan en het andere geeft een steroïdhormoon aan. En daar kom ik zo op. Dat insuline, dat is een eiwit, een peptide. En dat is niet in vet oplosbaar. En je weet dat hier in de doelwitcel bestaat de celmembraan. Die bestaat uit fosfolipiden, lipiden, vet. Dus dit insuline molecuul, hormoon, kan niet zomaar door die membraan. En dat hoeft gelukkig ook niet. Want er zitten receptoren in de membraan van de doelwitcellen. En die zitten dus niet in de cellen die niet de doelwitcellen zijn. En die binden met dat insulinehormoon. En als dat één insulinemolecuul gebonden heeft met die receptor, dan gebeuren daar een aantal stappen. En dat kan met een second messenger noemen ze dat. Maar dat kan ook een third messenger of een fourth messenger zijn. Dat zijn een aantal stappen die dan in gang worden gezet. Je kan dat vergelijken als soort van chemische reacties achter elkaar of domino steentjes die omvallen. Waaraan in dit geval het uiteindelijk resultaat is dat het GLUT4 poortje of pomp die ook in deze membraan zit, dat die glucose van buiten naar binnen gaat pompen en meer dan normaal. En dit is dus de functie van insuline, is dat het de glucose spiegel in het bloed verlaagt en dat doet hij dus indirect. Ja, door glucose naar binnen te laten pompen via een pomp die hij eigenlijk aanzet. Door middel van die binding met die receptor. Het kan ook op een andere manier, een steroïdhormoon. Dan moeten we wel even oppassen, want alvleesklier maakt geen steroïdhormonen. Een klier maakt of een peptide of een steroïdhormoon. Dus goed opletten wanneer een steroïdhormoon is. En een steroïdhormoon diffundeert helemaal de cel binnen. En dat werkt vaak als een transcriptiefactor. Als je nog niet weet wat een transcriptiefactor is, dan kunnen we zeg maar, dan kan ik dat benaderen met de uitleg dat het een gen aan of uit kan zetten. Dat doet een transcriptiefactor. Dat is de korte uitleg. Als je wel weet wat een transcriptiefactor is, dan moet je hiermee ook uit de weg kunnen. Ja, dus dit diffundeert in de cel door het cytoplasma en in de kern. Tweede punt wat vraagstellers vaak interessant vinden is dat als alleen doelwitcellen een receptor hebben die kunnen binden met peptidehormonen, dan is het volume waarin de hoeveelheid peptidehormoon opgelost is veel kleiner dan bij een steroïdhormoon. Want een steroïdhormoon kan overal terecht. Ja, kan overal, in iedere cel kan het indiffunderen. Dus als ik 75 kilo weeg, ja, dan kan in heel die 75 kilo, bijna heel die 75 kilo,
dat steroïdhormoon in al die cellen oplossen. Die, dus niet alleen in de vloeistof. Dus ik moet veel meer van mijn steroïdhormoon maken dan van mijn peptidehormoon. Want dat peptidehormoon, dat zit alleen maar in mijn bloed. En dat, ja, dat iedere cel die dat signaal wil kunnen opvangen, die heeft een receptor en die kan ermee zijn werk doen. Dus twee zeer belangrijke dingen. Waar zit de receptor? En dat heeft consequenties voor de hoeveelheid hormoon die je moet produceren. En de duale functie van een aantal hormoonklieren. Binance 89, Azië vriend. Ja, bij alles wat met hormonen te maken heeft. Veel succes.